De Witte Leeuwinnen spelen hun tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. Eerder werd Winkel met 12-0 verslagen en nu wacht Reiger Boys. Bij Reiger Boys speelt een oude bekende. Telstar aanvoerster Eike Verschoor draagt nu de kleuren van haar oude club. En uiteraard is het weerzien hartelijk. Telstar in de witte shirts krijgt de eerste kans met Linda Bakker, die al volgende wedstrijd moet scoren, maar de bal gaat op de paal. In de rebound is dit dan Babies Roof. Die geeft de bal aan Franke van der Kuilen, terug naar Roof en opnieuw op de paal. Goede kansen dus voor Telstar. Snoeis. Direct daarna. Met een voorzet. Die bal lijkt er dan weer in gegooid te worden, maar gepakt. Goede voorzet. Daar is Babies Roof en dan is het wel raak. 1-0 voor Telstar vrouwen en het doelpunt van Babies Roof, die dus eerder de bal er niet in kreeg. Steekbal naar Bakker. Wordt dit de 2-0 in de rebound? Moet hij er dan in? Nee! Van de lijn gehaald. Wat een goede kans zeg voor Linda Bakker om er 2-0 van te maken. Maar dat gebeurt dus niet. Misschien aan de overkant dan ook Reiger Boys. Ja, goed schot. Redding van keepster Nicole Martens. Eventjes wat rust misschien opgejaagd. Dan weer een nieuwe kans voor Telstar. Babies Roof. Nou, nee! Wat een kans zeg. Babies Roof. En in de rebound in drie instanties gaat hij er weer niet in. Oh, Babies Roof. Die zal je nog wel een paar keer terug gaan horen waarschijnlijk. Kans nu dan voor Telstar in de tweede helft met Roof. Gestopt. En weer diezelfde speelster. Ditmaal met de voorzet. Die is goed. Katja Snoeis loopt hem binnen. 2-0 voor Telstar. Oh, dit is ook handig. Al dan niet bedoeld. Maar een mooie actie. Snoeis. Als Telstar op jacht gaat, nou nog meer doelpunten. Goede steekbal. Dit is van de Kuilen. Is daar nog iemand voor het doel? Rare bal op de lat. En dan is daar Suzanne Admiraal. Die hem makkelijk binnen kan koppen. 3-0 voor Telstar tegen Reiger Boys. En de Witte Leeuwinnen gaan door. Daar is weer Admiraal. Komt er een voorzet. Zo, van de Kuilen. Die doet het in één keer. En die doet het wel heel mooi. Franke van de Kuilen. Met weer een goal. Voor Telstar. 4-0. Admiraal. Zet het op een lopen. Heeft tijd om te kijken wie er vrij staat. Vindt van de Kuilen. En die doet dat toch wel mooi hoor. In één keer aangenomen. Knap binnengeschoten. 4-0. En uiteraard de felicitaties van Admiraal aan van de Kuilen. Zit er nog meer in het vat, is dan de vraag. Corner van Lotte Hopman. En daar is dan weer die kleine Suzanne Admiraal. Die hem binnenkopt. 5-0. Hopman. Daar is Bada. Nou, wie kan het kwijt? Oh, zo kan het ook. Mooi hakje. En Hopman. 6-0. En zo winnen de Telstar vrouwen hun tweede oefenwedstrijd. Dus met 6-0. Een aantal mooie goals. En een team dat tevreden kan zijn.